Maar als, toch wel maar als ik toch grensrechter ben en ik heb de moed om de eerste keer te vlaggen dat de keeper te vroeg aan de hoek gaat, dan kan die scheidsrechter wel zeggen: ik ga het zelf doen. Maar dan laat ik me niet voor jou zitten. Dan vlag ik de tweede keer ook. Ja. Dan ga ik met die vlag omhoog staan. Zo ben jij, hè? Ja. Dat zou ik doen. Ja. Maar er is er één die helemaal gelijk heeft. Waarom wil je geen grensrechter? Dat lijkt me een ontzettend leuke baan. En dan kun je met dat rare Hansopje gooien. Met wie? Dat Hansopje wat ze aan hebben. Hansopje? Ja, dat Hansopje, dat dingetje wat je aan hebt. Hansopje, weet je niet wat een Hansopje is? Ja, dat zou jij moeten weten als je Hans heet. Nou, oké, heb je vrouw heel wat Hansopjes uitgetrokken. Ja. Ja. Het is de één die gelijk heeft, Alex Pastoor, die nogal regelmatig te betrappen valt op zinnige teksten. Die zegt van: ik kan het... van waar deze. Maar ik heb geen flauw idee. Tussenzin. Ik vind dat een man die zelf. Ligt die opmerking richting de man links van jou, voor de kijkers rechts? Ja, of niet? Precies. Ja. Nee, oké. Professor Pastoor. Alex Pastoor, die hebben we al vaker zinnige teksten. Maar goed, zinnige opmerking. Laat ik ook die al een nieuwe bril ook. Ze hebben allemaal een nieuwe bril. Die zegt dus... een nieuwe bril. Jij hebt een nieuwe bril. He? Simon Mulder heeft een nieuwe. Ze hebben allemaal een nieuwe bril. Ja, lekker op je bril. Jij hebt zeker lenzen. Je bent de ijdel voor een bril, denk ik. Ik heb geen bril, inderdaad. Nee. Ik was bezig aan iets aan te vertellen. Maar... Oh ja, wat dan? Nee, maar. Nee, vertel even. Zinnige tekst, Alex Pastoor. Daar was je mee bezig. Hij is heel reëel na afloop. Hij zegt prima. Al laat hij hem 4 keer overnemen. Maar dan bij elke penalty. Het zit jou nogal hoog, geloof ik. Consequent zijn. Ja. Nogal hoog. Ja, dat vind ik wel, ja. En